Morgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen goed zien op de satellietfoto dat in een groot deel van Nederland de zon flink schijnt vanochtend. Boven de Noordzee zien we wat wolken liggen. Die wolken trekken langzaam naar het zuiden toe. Dat betekent dat in de loop van de dag in het uiterste noorden van Nederland, en dan is het met name de Welde Eilanden, dat daar wat bewolking kan gaan binnendrijven. Maar op de meeste plaatsen zal de zon toch wel flink blijven schijnen. Vanochtend is dat zeker het geval. Wat laag hangende bewolking die eerst nog voorkwam, die verdwijnt al heel snel. Dus volop zonneschijn vanochtend. En halverwege de ochtend is het al een graad of 18 bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten. Vanmiddag dan gaat de wind wat draaien. Die wordt dan Noord tot Noordoosten en matig, kracht 3 of 4. Aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Zoals gezegd, in het uiterste noorden zouden wat bewolking vanaf zee kunnen binnendrijven. Dat kan dan met name op de Waddeneilanden voor wat grijze condities zorgen. Maar op de meeste plaatsen blijft de zon gewoon volop schijnen. Het wordt 23 graden in Groningen en de kop van Noord-Holland. Tot plaatselijk 29 of zelfs 30 graden in het uiterste zuidoosten van het land. Vanaf morgen dan zien we weer wat wolken in het weerbeeld verschijnen. Niet alleen vandaag heeft het noorden met wat wolken te maken, maar ook morgen is dat het geval. Ze kunnen dan wat verder het land binnendrijven. Verder in het midden en zuiden kan wat een hoge sluierbewolking overdrijven. En dat komt van buien die boven Frankrijk zitten. In Limburg drijft misschien een enkele regen- of onmisbui binnen in de loop van de dag. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog en houdt dus ook de droogte aan. De middagtemperatuur ligt. Tussen de 23 en lokaal 30 graden, en er waait een matige wind uit noordoostelijke richting. Ook op donderdag zijn er nog wat wolken in het weerbeeld. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Misschien een lokaal spatje uit een wolkendek in het noorden van het land. Tot 22 of 23 graden in de noordelijke provincies en 25 tot 28 graden verder in het midden en zuiden van het land. Op vrijdag en zaterdag schijnt de zon weer volop en ligt de middagtemperatuur, zeker in het binnenland, op een zomerse 25 tot 28 graden. Er waait een matige wind uit noordoostelijke richting. En ja, als we naar de 15-daagse verwachting kijken... dan zien we dat er voorlopig nog geen einde komt aan dit fraaie zomerse weer. De middagtemperatuur ligt meestal zo tussen de 25 en 30 graden. In de loop van, de van het weekeinde en begin volgende week... komt de temperatuur mogelijk wat dichter bij die tropische grens uit. Dat betekent dus op een aantal plaatsen een tropische 30 graden. Maar met name de kustgebieden, daar kan de temperatuur toch niet zo hoog komen... en ligt die meestal tot een graad of 25. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.